Het COVID-19 management team en horeca- en toerismeorganisaties werken deze week aan nieuwe veiligheidsprotocollen. Het doel is om te komen tot nieuwe protocollen en veiligheidsplannen voor mogelijke crisis of rampen in de toekomst. Het eerste onderhoud vond gisteren plaats. Het COVID-management team ging in gesprek met vertegenwoordigers van de Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA. De United Tour Guide Suriname, UTGS en de Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo, SUP. Horecabedrijven, sportcentra, religieuze organisaties, vermakelijkheidsgelegenheden en openbaar transportbedrijven mogen vooralsnog geen diensten verlenen aan het grotere publiek. Dit kan pas nadat met het COVID-19 crisismanagement team overeenstemming is bereikt over het introduceren van algemene en sectorspecifieke veiligheidsregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.